Ja? Dames en heren, wat fijn dat jullie allemaal zijn. Met een speciaal welkom voor burgemeester Mark Slinkman en voor wethouder Annelies Visser, maar die zei nadrukkelijk erbij dat ze op persoonlijke titel hier was. Ja. Hebben jullie de laatste tijd ook zo genoten van alle foto's die Ben Koenders op Facebook zet? Ik wel. En vanaf deze plaats, Ben, ontzettend bedankt. Vandaag mag... Ja. Vandaag presenteren we een nieuw deel van ons jaarboek. In het voorwoord van deel 22 vertel ik dat er bijna 30 centimeter Millingse jaarboeken in jullie boekenkast staan. Tenminste, als je ze allemaal hebt. 30 centimeter, ik heb het meegenomen, is niet veel. Maar bedenk dat dat meer dan 4000 pagina's zijn, meer dan 1,2 miljoen woorden en honderden foto's, honderden illustraties en honderden kaarten. De berekening geldt niet voor deel 22. Want deel 22 is veel dikker geworden. Ik zal het laten zien. Dat is een hele pil. Het zijn 250 bladzijden, terwijl we normaal 190 bladzijden hebben. En dan hoeven jullie geen zorgen te maken of je voldoende geld hebt in de knip, want hij kost nog steeds €17,50. Maar, we spreken af dat jullie niet gaan nuilen volgend jaar als het boek dunner is en nog steeds €17,50 kost. Er is veel veranderd. Het boek ziet er anders uit. Van buiten en van binnen. De eerste plaats, de buitenkant moest vrolijker. Dit jaar staat er een schilderij op van het Salmkerkje van Marjolein Richtering. En ook de binnenkant is veranderd. Om de foto's beter te kunnen afdrukken, zijn we overgestapt van twee kolommen op één kolom. En we hebben de letter iets veranderd, waardoor die beter leesbaar is. Wat hebben we nog meer gedaan het afgelopen jaar? We hebben Millingen aan de hijskraan uitgegeven, waar vooral Marcel Engelen veel werk voor verzet heeft. Een succesvol project samen met de auteurs Hanneke Belt, Marge Arends en Fred Uiterbroek. En we hebben de uitgave van Nijntje in het Millings financieel mogelijk gemaakt. Een initiatief van Marcel Koenders, die samen met Theo Vermeulen voor de vertaling gezorgd heeft. En door alle eisen van de uitgever was dat niet gemakkelijk. Na deel 22 gaan we natuurlijk verder met deel 23. De eerste artikelen zijn alweer klaar en jullie hebben in de krant kunnen lezen dat er hard gewerkt wordt aan een artikel over de Stifthof in Kekerdom en de executieplaats in het weiland van de familie Derksen bij de Lange Polen. Maar voordat deel 23 uitkomt volgend jaar november, gaan we eerst aan de slag met de verhalen over de evacuatie van 1944. Voor ons begon dat met twee schriftjes die Wil Oteman gevonden had. En daarna kwamen er meer schriftjes en dagboeken en tekeningen. En in Kekerdom gebeurde hetzelfde. En in Leut was Jan van Eck al lang bezig die mensen te interviewen die de evacuatie meegemaakt hebben. Wij, Jan, Johan Bekhuis en ikzelf, hebben toen afgesproken om samen te werken. En dat betekent dat die boeken over de evacuatie van Leut, Kekerdom en Millingen een serie zijn, een reeks vormen. Een serie die volgens mij bij iedereen in de boekenkast moet staan. En door een zeer ruimhartige subsidie van de gemeente Bergendal en Bergendal Herdenkt zijn deze boeken voor iedereen betaalbaar. Het boek van Jan over de Leutse evacuatie is 26 oktober al gepresenteerd. En was binnen 5 dagen uitverkocht. Een prachtig boek met ontroerende verhalen. Kekerdom zal haar boeken op 29 maart presenteren. En Millingen volgt een maand later. Ik heb genoeg gepraat. Straks komt Grades, maar nu eerst onze eigen Bas van de Hoeve. Nu eens niet als de Millingse Willem Ruis,
maar als de wetenschapsjournalist die de geschiedenis van de TB-uitbraak in Millingen ontrafeld heeft. Dames en heren, Bas van de Hoeven. Dankjewel, Tom. Normaal doe ik een quiz waarbij het Millings jaarboek te verdienen is. Maar dit jaar is het zo dik dat het bestuur er geen goed idee vond. De schruiers. Goed. Ik ben gevraagd om een soort making-of te vertellen van het verhaal wat ik in het Millings jaarboek heb staan over de TBC-explosie in 1959. En dat doe ik om meerdere redenen en die zullen in de loop van het verhaal duidelijk worden. Ik heb trouwens al heel veel mensen gezien die ook in Dekkerswald hebben gelegen. Donderdag 21 mei 1959 werd ik als 7-jarig jongetje opgenomen in Dekkerswald. Diezelfde dag werden Jan van Hees, 10 jaar, die zit daar, Rob Gesthuizen zit daar, die was 9. Frans de Jong, die heb ik nog niet gezien, die was 10. Theo Span, mijn neef, die was 12. En Anton Meeuwissen, die was 14. Bovendien werden die dag op de kinderafdeling Petronella Vloed, 6 jaar. En Wilma Verhoeven, 2 jaar opgenomen. 8 kinderen op 1 dag. Het was een nieuw dieptepunt in de toen al 3 maanden durende epidemie. Wij werden geplaatst in de zogenoemde Zweedse barakken. Noodgebouwen die na de Tweede Wereldoorlog waren geplaatst, maar inmiddels leeg stonden. Na renovatie moesten deze houten gebouwen een gedeelte van de golf aan TBC-patiënten uit Millingen huisvesten. Ik lag in het Marijke-paviljoen en was daar de jongste patiënt, Jan Heiming. Ik heb hem nog niet gezien. Jan Heiming was de oudste en het verschil in leeftijd was 10 jaar en voor die leeftijd enorm groot, wat ik het beste kan illustreren door te vertellen dat de december daarop Jan voor Sinterklaas speelde terwijl ik nog in hem geloofde. Al jaren had ik het plan in mijn hoofd om die TBC-uitbraak vast te leggen voor het Millings jaarboek. Mijn pensionering in 2015 en het naderende 60-jarig jubileum, als je het zo kunt noemen, van de uitbraak, vielen samen en er waren redenen genoeg om dat plan uit te gaan voeren. Ik begon met de kranten van de jaren 1959-1960 uit te spitten in het archief van de Gelderlander. Dat leverde een schat aan informatie op, maar eventueel vragen. Wat was er gebeurd? In 1959 waren er in heel Nederland 4 grote uitbraken. Naast die van Millingen, in Alkmaar, Neede en Ter Apelkanaal. Ze haalden allemaal de nationale pers en waren binnen een paar weken bedwongen doordat de bron was opgespoord en geïsoleerd in een sanatorium. In Millingen duurde de besmettingen 4 maanden. En na die ruim 4 maanden bleek dat er 164 mensen besmet waren. 90 daarvan waren opgenomen in Dekkerswald. Enkele waren in sanatoria daarnaast en een stuk of 30-40 moesten thuis kuren. Mijn idee om alle ex-patiënten te interviewen schoof ik al snel aan de kant. Vandaar dat ik met sommige mensen afspraken heb gemaakt die ik niet nagekomen ben, omdat ik wilde het verhaal vertellen, ik wilde uitzoeken wat er werkelijk gebeurd was. Waarom werd er in Millingen gezwegen over de bron? Wat werd verborgen gehouden, waarom en door wie? Inmiddels was me duidelijk dat de Millingse epidemie niet alleen het radionieuws had gehaald, maar ook alle landelijke kranten. De 4 uitbraken waren redenen voor kamervragen en de roep om nieuwe wetgeving op het gebied van periodieke controle op TBC. De Waarheid, destijds de leugenachtige krant van Communistische Partij Nederland, beweerde zelfs dat de uitbraken te wijden waren aan het bezuinigingsbeleid van het kabinet Drees.
Het ontdekken van het proefschrift De besmettelijkheid van de vertieses van longarts D. Groenhuis via het vakblad Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde betekent een doorbraak. Uit dat proefschrift blijkt dat het Consultatiebureau voor Tuberculose in 1958 een enorme blunder heeft begaan. In de zomer van dat jaar werd de longfoto van Jan Houkes uit de Belse Huis, verkeerd beoordeeld. Hij werd naar huis gestuurd terwijl hij toen al een ernstige vorm van open TBC had. Iets wat een jaar later bij hercontrole van de foto's werd ontdekt. Terwijl in andere plaatsen de bron bekend werd of was, en zelfs lachend in de krant was afgebeeld, zweeg iedereen in Millingen in alle toonaarden, terwijl bijvoorbeeld de medici geweten moeten hebben wat er aan de hand was. En Jan was in feite het eerste slachtoffer. In dokter Groenhuis van het consultatiebureau kwam ook aan het woord in de Gelderlanden in 1959. Zou dat dezelfde Groenhuis zijn dan de man van het proefschrift? Dankzij zijn zoon Roelf wist ik zeker dat de man van het proefschrift dezelfde was dan die van het consultatiebureau. Roelf Groenhuis kwam met foto's en documenten op zijn racefiets vanuit Nijmegen naar Millingen. En al snel vielen toen alle stukjes van de puzzel in elkaar. In het Nationale Archief in Den Haag vond ik een verslag van de Millingse kwestie dat het verhaal van Groenhuis bevestigde. Erik Jacob is hier wel aanwezig, ik heb hem net gezien, daar zit hij. Facilitair manager van Dekkerswald maakte meermalen tijd voor me. We spraken over de kwestie die in Dekkerswald zelf niet meer zo bekend was, maar hij verstrekte me veel documentatie, waaronder de jaarverslagen van het sanatorium. Van Leon Hansen, ook hier, kreeg ik het dagboek te lenen van zijn moeder, dat Ali Hansen Kee bijhield in Dekkerswald. De broer en zussen van Leon gaven toestemming voor publicatie. Bart Lely bezorgde me teksten uit het notulenboek van ziekencomité Millingen. Jan Heiming haalde een album van zijn zolder met meer dan 100 foto's uit de tijd dat hij kuurde in het Marijkenpaviljoen. Jan herkende bijna alle mensen op die foto's. En Rob Gesthuizen, die zit daar, heb ik gezien. En Peter Berns vulde de ontbrekende namen aan. Ben Koenders, al eerder genoemd, had zoals altijd ontbrekend beeldmateriaal in zijn archief. Bijvoorbeeld wat bitprentjes die heel duidelijk maken wanneer mensen geboren en overleden zijn. En zoals iedereen weet heeft Ben een bitprentje van alle Millingenaren. Zelfs van sommigen die nog niet zijn overleden. Maar goed, Erik Jansen, hier ook aanwezig, gaf toestemming om zijn unieke aanzichten te gebruiken. Ze staan met heel veel mooie andere prenten op zijn site erikjansen.eu. Ga eens een keer kijken. Hiermee hoop ik duidelijk gemaakt te hebben waarom ik dus sommige mensen niet meer gesproken heb. Want bijvoorbeeld bij de gebroeders van Ophuizen, ze zitten daar, mijn oude buurtgenoten, die zijn ook speciaal naar Millingen gekomen voor deze middag en voor dit boek. Want twee van hen hebben ook in Dekkerswald gelegen. En ik moet zeggen dat, ik denk toch dat ik een vervolg moet schrijven. Want ik kreeg net van Ada Koppers, kreeg ik een dagboek wat ze als 12-jarig meisje bijhield. En in dat dagboek zat een prentbriefkaart van een jongetje die zei, ik wil ook met jou, wil jij dat? Ze zei, helaas was ik vergeten wie dat was, maar ik heb voor vandaag de prentenbriefkaart eruit gehaald en op de achterkant gekeken. En het is Gerry van Ophuizen, die 60 jaar geleden mij een aanzoek deed. Ik heb de twee inmiddels met elkaar in contact gebracht en het ziet er naar uit dat ze samen een glorieuze toekomst tegemoet gaan. Ja, dus ja, weet je wat een boek kan doen, wat een verhaal kan doen. Dus wie weet komt dat andere verhaal van die andere 90 Millingenaren ook nog wel. Maar ik hoop dat jullie van dit verhaal genieten en dank je wel voor jullie aandacht. Bas, bedankt.
En nu gaan we verder met Gradus de Kukkel. Hij zat daar, maar ik ben hem ineens kwijt. Ah, Ineke zie ik alweer, dus Gradus kan wel komen. Ah, daar komt hij aan. Beste Limiabo's, ofwel liefhebbers van het Menningse Jaarboek. Als populair wetenschappelijk medewerker van carnavalsvereniging De Duurdouwers wil ik vooraf het volgende even vermelden. In verband met de problemen rondom de stikstofcrisis van de laatste weken en de steeds populairder wordende wet op de privacy zijn alle in deze speech genoemde namen puur toevallig uitgezocht. Ze zijn gesubsidieerd door Monumentenzorg, het college van BMW, door de Konijnenpluimveefokvereniging Vlug en Gauw en door Nelleke Walm. Niks uit deze speech mag worden vermenigvuldigd, dan wel gecopuleerd, zonder vooraf schriftelijke toestemming van een van beide ouders en anders ik dus. Zo, dat hebben we dan ook weer geregeld. Dat is gewoon duidelijk voor iedereen, dus zeker ook voor politici misschien hier aanwezig. Hoeft niemand ook achteraf meer te zeggen, ik kan me daar niks meer van herinneren. Maar wat ik me nog heel goed kan herinneren, mensen, was het telefoontje wat ik een tijdje geleden kreeg, was de voorzitter van het Millingsjaarboek, Ton van Rij. Gordes, je weet wel waarover ik jou bel. Het jaarboek, daar gaat er weer uit. En dan hebben we ook weer wat sprekers nodig die de tijd wat gaan opvullen. Want Willy en Erika van de Gelderse Poort moeten ook wel verdienen natuurlijk. En vorig jaar liep dat een beetje verkeerd bij ons. Omdat wij alle twee een beetje een andere invulling hadden van de tijd. Jij zomertijd, ik wintertijd. Het liep in ieder geval allemaal mis. En daarom dacht ik, laat ik het nou dit jaar nogmaals een keer een beetje betijds vragen. Of jij ook een speechje zou willen doen. Ja, ik zei, ik wil wel een speechje doen, Ton. Maar waar moet het dan over gaan, Ton? Oh, zei hij, dat maakt niet uit, doe maar wat. Ik zei, doe maar wat, doe maar wat. Ik zei, maar dat kan hier in deze streek, Ton, kan dat verschillende betekenissen hebben. Hoezo dat dan, zei Ton? Ik zei, nou, het ligt er maar net aan waar je de klemtoon legt natuurlijk. Gij komt bijvoorbeeld nog eens een keer op de universiteit in Nijmegen. En stel nou dat een kameraad van jou daar moet afstuderen op jouw universiteit. Dan zou jij hem moed kunnen inspreken door te zeggen, toi toi hè, ik zal wel doen maar wat. Doen maar wat. Maar als tweede, dat is nou heel iets anders. Wij wonen hier een beetje in de grensstreek, dus hebben we nogal ook al wat Duitse invloeden hier. En dan hoor ik hier al een gesprekje tussen twee oude vrijsters hier net over de grens. Dat de een tegen de ander zegt, ik heb tijd kort en weer een beetje verkeering. En dat dan die ander heel verbaasd vraagt, doe me wat. Heel iets anders weer. Maar als derde, Ton, kan het gewoon zijn dat jij gewoon bedoelt, Gordes, ouwe hoer maar wat voor het vaderland weg, als je de tijd maar volmaakt tussen het een en het ander. Nou, hebben we elkaar, en dat is precies wat ik bedoel, zei Ton. Want ik heb het al druk genoeg gehad het afgelopen jaar, met al die extra uitgaven van de stichting Millingsjaarboek. Zoals bijvoorbeeld ook Millingen aan de hijskraan van Marga, Hanneke en Fred. Ja, zei ik, weet je Ton, dat ik in eerste instantie dacht dat het een boek was over de verdwenen cafés in Millingen, de hijskraan. Toen kwam ik er pas later achter dat het over de werf ging. Hè. Meer dan 300 exemplaren mensen zijn ervan verkocht. Kosten nog moeite zijn gespaard. En ze hadden zelfs een oud Tweede Kamerlid, tevens oud leerling van mij, dorpsgenoot Sharon Gesthuizen uitgenodigd voor een heel mooi positief verhaal over de werf. Geloof ik. De mensen die smulden ervan. Ze kochten een boek, er moest zelfs bijgedrukt worden. En dat boek stond nog niet in de kast, of we konden al horen dat Nijntje het fietsen erom lag te komen. Als de gemeente nou ooit iets moois wil geven bij de geboorte van een kind, dan moeten ze de ouders Nijntje het fietsen cadeau doen.
Wat hebben die Marcel en Theo geweldig goed werk verricht. En waar was het toch een mooi gezicht in het gasthuis toen het eerste buksje werd overhandigd aan Antonia van Jozef Egberts. Het zag er allemaal zo heel gezellig uit, hè. Een heel blik kleuters hadden ze opengemaakt. Juffrouw Ineke erbij en Hendrik Groen en de rest van Omanido zat er omheen. En ertussenin, daar stond Anton Verhaai. Heel mooi, heel verlegen, met een gekleurd kinderlaarsje in de hand. Hij is ook opa ondertussen. Had hij in de hand. Kijk, kinder, dit is een stevel. En daar kun je rustig mee in de graaf lopen. Dat is echt Millings. En die kindjes, die keken me aan. En die dachten meteen, die meneer, die heeft zoveel kasgenooien en poezebieten en gekke vertuuten. Dat is net een poepeloestige schroethoorn in een pierenkulke. Een van die kinderen, Luc Smetjes was dat geloof ik, die zei nog, meneer, ik ken ook een versje. Laat horen, zei Ton. En die kleine Luc, die ging er eens voor staan. Uitje, tuutje, verke, snoetje, uitje, tuutje, bol, uitje, tuutje, verke, snoetje, Petje sloeg op hol. Petje liet een dikke scheet. Oh, wat was dat ding toch heet? Mooi, mooi, riep Ton enthousiast. En toen stopte hij maar gauw die stevel bij zijn eigen in de tas. Hij gaf Tonia een dikke zoen en het eerste buksje van Nijntje ging fietsen. Ik vind eigenlijk dat er een vervolg op dat buksje moet komen. Nou hebben we ook de kans, moet ik zeggen. Maar dan speciaal voor mensen van buitenaf die in Millingen komen wonen. Dan kun je daar veranderen. Die mensen die kennen natuurlijk Millingen nog niet zo goed, maar ook niet de mensen in Millingen die er wonen. En dat kun je veranderen door zo'n buksje. Nijntje leert Millingse fietsen. En de mensen die erop zitten. Het is een soort inburgeringscursus zou je ervan kunnen maken. En dan gebruiken we dan dat versje van die kleine Luc Smetjes voor. Maar dan wel zo dat die mensen van buiten Millingen, die hier naartoe komen en die het Millings niet kennen, het toch wel begrijpen. Dus dan kun je niet meer uitje tuutje gebruiken, maar dan gaan we zeggen uitje tuitje. Maar dan komt het. En jullie kunnen me daar een beetje mee helpen. Als je een beetje, let op, let een beetje de rijm in de gaten houden. Dan doen wij dat samen. Let op. Wij gaan samen een buksje schrijven. Uitje, tuitje, varkensnuitje. Uitje, tuitje, snoot. Nog het sportpark. Trappen, douwen, trappen, douwen. Dit is de fiets van Guste. Hartstikke goed. Kunnen we dat samen of niet? Nou, andere. Uitje, tuitje, varkensnuitje. Uitje, tuitje, bol. Op één wiel, een hele hoge. Kijk eens, daar zit Willy. Ja, ja. Nog eentje. Bel Dick Bruno maar vast dat we er ook komen, Ton. Uitje, tuitje, varkensnuitje, uitje, tuitje, kuil. De biljartkeu achterop, dat is de fiets van Johnny. Ja. Oh, yeah. Wat een genot. Ik weet zeker dat jullie nog veel meer Millingenaren zo neer kunnen zetten. Komen er bij jullie nou ook versies binnen, schrijf ze op en lever ze in bij het Millingsjaarboek. Of bij mij, dat mag natuurlijk ook. Voor het mooiste versje heeft de redactie een lekkere fles wijn klaarstaan. Want die beseffen ook dat schrijvers heel goed beloond moeten worden. Hoop ik. Nou, doe de best allemaal. Laat het een beetje waaien hierboven in het hoofd. Laat me niet in de steek. Want anders zeg ik het tegen Sinterklaas natuurlijk. Hè. Niet dat ik er erg veel vertrouwen in heb, in Sinterklaas. Zeker niet nadat ik die popie-jopie Sinterklaas voor 2 weken terug in Apeldoorn aan heb zien komen. Hallootjes, hallootjes, lieve schatten, hallootjes. Zelfs een feest van Sinterklaas, dat verandert mensen, dat kunnen we zo zien. En snel. Van een pikzwarte Piet met rode lippen en gouden oorbellen moesten we vanaf dit jaar het doen met een goed veegpiet. Of zoals in Groesbeek, met een kringlooppiet.
En misschien hier in Millingen, dankzij Vogelvereniging Klank en Kleur, binnenkort misschien wel met een kanariepiet. En ik vertel het toe, dan zal het ook niet lang meer duren of die meter van Sinterklaas, die gaat er ook aan. Die wordt vervangen dan door een honkbalpet. En dan komt Sinterklaas met een noodgang binnen in een zwarte golf. Dat meugt dan misschien nog wel. Het hele feest gaat in feite zo naar de mieter. Nou vond ik het toch al niet zo'n geweldig feest, moet ik zeggen. Hier. Want ik kon vroeger vragen wat ik wilde. Mijn moeder zei altijd, die goed heilig man, die weet precies wat jij nodig hebt. Nou, en ik had helemaal geen eigen borstrok nodig. Want die oma van mij, die breide zo strak, dat ik denk de eerste 6 weken er nog gewoon aan moest houden. En dan moest je met dat borstrok aan, dan moest je ook nog mee in bad. Nou, bad, zinken tijl, met borstrok en al. En in die tijl, mensen, er werd dan 1 keer warm water ingedaan, wat als mama had opgestokt met water uit de fornuispot. Kijk die nog, de fornuispot? En dat water was toch over van de kookwas die ze net gedaan had. En dan zaten al die dubbeldakstenten onder boksen van ons opoe in. En die was incontinent als de Noordzee op tweede Pinksterdag. Kun je het voorstellen? En als ik dan nog maar als eerste in bad mocht, ik was nummer 4. Dus van die andere dreven de brukjes en de korreltjes al aan de rand van de tijl. Trouwens, die had ook nog wel van ons opoe kunnen zijn. En dan zat op zijn borstrok zat ook nog zo'n klein medaille. Kijk, nou zo'n blauw scapulier medaille. Heel goed, heette zo'n ding. En ik trof dan nogal eens een keer dat bij mij altijd die veiligheidsbelt los was. Ik leek al wel een junkie, zoveel puntjes. Hier. Oh, daar ben ik er helemaal in, daar ben ik er helemaal vanaf. Oh ja, wat ik er ook nog van herinner is dat ik een eigen zwembroek gekregen heb. Nou nee. Helemaal nee was hij niet. Hij was gemaakt van een oude regenjas van de tante, van mijn tante Riek. De mouwen zaten er nog in. Dan word je niet zo vlug nat zelfs, mam dan. Volgens mij bestond het woord kringloop al zonder dat ze het in de gaten hadden. Maar je kunt nog veel meer over Sinterklaas lezen, mensen, in het jaarboek van dit jaar. Mark Beume heeft er een fantastisch verhaal van gemaakt. En we hebben wat prachtige Sinterklaas natuurlijk gehad hier. En de meeste, die hadden ook een meter op en een paar neuten, zou Toon Hermans zeggen. 1 Sinterklaas hier is er onlangs zelf nou benoemd tot Godse deurdouwer. Proficiat, Herman Verhoeven. Hartstikke tof. En dat doen ze bij de... Ja, ja, dat mag. Want dat doen ze bij de deurdouwers niet zomaar. Dan moet je echt in het verleden heel wat voor de gemeenschap hebben gedaan. En zo iemand was bijvoorbeeld ook Jozef Pinkhoff. Nou zit er weer een prachtig verhaal over de familie Pinkhoff in het jaarboek. Met Jozef natuurlijk als het trotse opperhoofd van de hele clan. Jozef had ook hart voor de zaak. Hè. Die bracht persoonlijk, als je een beetje geluk had, bracht hij de reclamefolder bij jou thuis. En dan had hij heel vaak, zelfs had hij er nog wat opgeschreven. Toen Fons Lichtenberg hier burgemeester werd, kreeg hij al vrij vlug van Jozef de folder in de bus met erop geschreven: je broer Harry kwam ook altijd bij ons in de winkel. Maar nu niet meer, want hij woont nu te ver weg. Jozef kennen we natuurlijk ook van als boegbeeld van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Millingen aan de Rijn. Als op school het verkeersexamen afgenomen werd, dan liep Jozef als examinator langs de banken op. En die wees precies waar ze het kruisje moeten zetten. Hij wees ze letterlijk en figuurlijk de juiste weg. Al, en zo'n verkeersexamen, mensen, dat is best moeilijk. Want ik heb lots in de krant gelezen dat onze huidige burgemeester na 43 jaar ook eindelijk het verkeersdiploma heeft gehaald. Het is niet zo erg, burgemeester, want ik heb er ook 40 jaar over gedaan om van die basisschool af te komen. Dus ik kan er over mee praten. Maar zonder diploma kun je eigenlijk ook niet in het verkeer gaan deelnemen, heb ik hem ook gezegd. Ik zeg, burgemeester, dat is Linkman. Ja, zei hij, zo heet ik ook.
Maar de grote passie van Jozef, mensen, was toch wel het Heilig Hartbeeld. Hij had er toen in die tijd had hij daar een mooi raadseltje nog van gemaakt. Onze burgemeester in die tijd was toen Thea de Roos. Luister, Gordes, zei Jozef. Een raadsel. Het begint met een T. Het is goed aan het gewicht. Het is bikkelhard. Het is mooier zonder bril. Prachtig om te zien. En het is een boos. Ik zeg, dat is nogal makkelijk. Dat is Thea de Roos natuurlijk. Mis, zei Jozef. Tijdelijk hartbeeld. Tijdelijk hartbeeld. En daar had Jozef had daar ook echt zorg over. Want dat beeld, want dan had hij dat beeld vertroeteld, mensen. Hij had het geaaid en gepoetst. Ik heb hem regelmatig met de tandenborstel bezig gezien om al het mos tussen de tenen van ons heer uit te horen. Hulde, Jozef. Mostuum hulde. Mostuum hulde. Je hebt zeker meer dan 40 jaar had jij ingezet voor dat dorp. Meer dan 40 jaar. En dat is toch een hele tijd, mensen. Daar moest ik van de week ook aan denken dat ik zelf ook al meer dan 40 jaar, of bijna 50 jaar, in Minningen woon. En toen ik in de Rosette onze nieuwe pastoor Guido Franke zag, en toen terugkeek op al die 50 jaar, heb ik hier toch wel onderhand zo'n 7 pastoors versleten. Niet allemaal mijn schuld, hoor, dat moet ik erbij zeggen. Als we eens even teruggaan in die 40 jaar terug, kijk maar eens even links of rechts, van hoe, dan is er in die 40 jaar toch een hoop veranderd, of niet dan? Pastoor Van Asten was bijvoorbeeld de eerste die ik hier meemaakte. En die is nog een hele flinke tijd met een buurman geweest in de Zalmstoort. Totdat hij met Anna naar Sint-Jan de Deo toe ging. En toen ik hem bij de voordeur de hand gaf, toen zag ik nog wel heel even zijn lippen bewegen. Maar hij zei toen verder, hij zei even niks. Anna, kom maar gauw eens een keer even een kopje koffie drinken. Gij. En in één keer werd hij wakker, de pastoor. Houd toch uw mond, mens. Houd toch uw mond, anders zit hij morgen vroeg al bij ons bij de deur met dat zwaailicht van hem. Dat was Bernadette Bambi, zal ik maar zeggen. Die kon met de kleur van het kapsel nog wel eens variëren in die tijd. Rood of felrood. Later hebben we nog pastoor Rikhoff gehad. Rikhoff was kapelaan bij Koenen eerst geweest. En ik was erbij bij zijn diakenwijding. Ik weet niet of jullie weten wat diakenwijding is. Dat is een soort verloving. Het belangrijkste, dat mogen dan nog niet. Maar de bisschop die was er ook bij. En die had zo'n speciale, daarvoor opgeleide meter op- en afzetmanier had hij bij zich genomen. En halfweg de mis. Toen zag ik op een gegeven moment onze pastoor. Ik zag hem niet meer. En ik stond op om te kijken waar hij gebleven was. En toen zag ik hem op een gegeven moment plat voor het altaar liggen. Dat scheen erbij te horen, maar dat wist ik niet. Want ik had niet eens gezien dat er geslagen was of zo. Helemaal niet. Dus ik dacht nog, jongen, is hij net gewijd? En is hij al van zijn geloof afgevallen, dacht ik. Dus ik stond op, ik ren naar het altaar. Ik zie een beetje boemelschoeks door die kerk heen naar het altaar. Steek hem beide armen onder de oksels om hem op te rapen. Hak hem half omhoog. Zit me in één keer dan bisschop in een firma, die kijkt me aan, kwoot, en die zegt, leg neer die bal. Leg neer die bal. Afijn, ik leg die bal neer, scheidsrechter erbij, Bart Smoes. Ja, en die bracht mij met een rode kaart weer terug naar mijn plek. En toen kwam de nieuwe Jos Simons. Toen dacht menigeen, zo, dat is een klein pastoortje. Rentje Driessen had er wel schik mee. En Mariekes van den Aker ook. Dat was dus een beetje de heilige drie-eenheid van Millingen toen. Die konden het ook heel goed met elkaar vinden. Die liepen een keer met de carnaval met z'n drietjes. Wou ze bij de kastanje binnenlopen. En toen riep Rentje al vanaf de deur naar Peter. Drie kleintjes. Toen zei Peter, ja dat kan ik zien, maar wat willen jullie drinken? Maar pastor Jos die stond bij zijn mannetje. Hè. Ik weet nog dat hij zijn eerste mis opdroeg in de kerk. En de koster die had de microfoon al een beetje lekker gezet. En toen pastor Jos erbij kwam, stond dat ding nog te hoog. Hij was een beetje aan het frommelen aan die microfoon en zo. En dat wou nog niet direct lukken. En nog niet lukken, totdat hij op een gegeven moment ook maar zei, hardop, er is iets niet in orde met dit apparaat. En meteen erop, kwam er vanaf de eerste rij, van Leen van Vers geweest,
en met uw geest. Ook hardop. En muzikaal was hij, Pastor Jos. Als er ergens maar een feestje was, dan was hij licht wel een keertje op de vloer te vinden. Veer op in de Polonaise. En ik heb hem zelfs een keertje aan het rock en rollen gezien. Als pastoor Koenen daar gezien had, dan had hij zijn sigaar dwars de luchtpijp ingetrokken, denk ik. Maar pastoor Jos die ging rustig ermee verder. Celibaat het niet, dan schaadt het niet, riep hij boven de muziek uit. En met Jos hadden we veel op. Trouwens, met de meeste pastoors hadden we wel veel op. Al duurde het soms bij de een wat langer dan bij de ander. Toen Rob Mutsaars hier vertrok, dat zal in 2003 geweest zijn ondertussen zo'n beetje, toen willen ze hem toch wel heel erg graag houden. Er zijn er zelfs nog acties geweest naar de bisschop toe. Ja, en hoe weet ik dat zo goed? Dat zal ik tot slot jullie vertellen. Ik kwam toen net uit het ziekenhuis. Had wat problemen met mijn inwendig rioolstelsel gehad. En toen heb ik toch van heel veel mensen uit Millingen en van kinderen ook kaartjes gehad om mijn beterschap te wensen. En toen had ik ene, was dan een hele bijzondere. En die kaart kwam van Gemma en Jacques Jansen uit de Verlijnenstraat. Van de slag. En er stond op aan de geachte heer G. van Kuik. Geachte heer, toen stelde het onderwijs nog wat meer voor dan ook. En die kaart ging als volgt. Zeer eerwaarde monsignor bisschop. Wij vinden het heel erg dat onze pastoor Rob hier bij ons weg moet. Zou u nog eens een keertje na willen denken en over uw hart strijken? Want hij doet bij ons heel veel goed werk en hij komt altijd bij ons in de slagerij. Vriendelijke groeten, Jacques, Gemma, Jansen, PS, woensdag gehaktdag. Nou kun je misschien een beetje voorstellen wat die bisschop voor een katje had gekregen. Deze kreeg ik. Wat had die bisschop dan gehad? Zou die zoiets gehad hebben van... Beste Grodes, we hebben gehoord dat je een beetje in de knoop zit. Of eigenlijk hopen we dat die knoop er ondertussen uit is. Grapje van Jacques. We leven met je mee en kom maar gauw een keer langs om een lekkere hutspot te holen. Want Jacques heeft net geslacht. Beterschap. Groetjes Jacques en Gemma Jansen. PS, woensdag gehaktdag. Maar vandaag, mensen, is het 30 november. En dan draait hier alles om het nieuwe Millingse jaarboek. Ik zou het iedereen aan willen gooien. Want er staat weer heel wat interessante artikeltjes in. En als je er toch bent, neem dan ook een eentje mee. En denk aan de versies van het nieuwe boekje. En ik zou dan graag met jullie het glas op willen heffen. Daar heb ik nou toch al leeg om geschud. En daarom wil ik jullie graag allemaal een gratis consumptie aanbieden. En daar had ik het ook over met Willy en Erika. En die zeiden toen, och, dat hoeft toch helemaal niet gehoord. Dus ik zei, dan loopt ook maar. Ja, dames en heren. Grodes, bedankt. Ik had hem een kwartier gevraagd en dat is helemaal goed gekomen. We gaan afsluiten. Maar eerst even de commerciële mededelingen. Na de uitreiking van het eerste exemplaar kun je natuurlijk het jaarboek weer kopen. En Nijntje is te koop. En Marjolein Richtering heeft prachtige kaarten van het Salmkerkje. En ik weet niet, Jan, heb je nog boeken bij je toevallig? Ja. Nee. Goed. En daarna natuurlijk gezellig bij elkaar kletsen. Maar wie krijgt dan het eerste boek? En ik heb al een aantal suggesties gehoord, zoals de nieuwe pastoor, de burgemeester, Willem Span of Annelies Visser. Maar sorry, jullie krijgen het niet. Het boek, dames en heren, gaat naar de allersterkste. De sterkste van heel Millingen. De sterkste vrouw van heel Millingen. Naar onze oudste inwoner. Mevrouw Egberts, beter bekend als Tonia Pinkhoff.